Welkom bij Gene Genie's gameplay op Mindsurf. Nou, het hondje is er. En het heeft me nog een heleboel moeite gekost om hem hier te krijgen. Want ik zal je zo meteen een filmpje laten zien wat ik heb samengesteld. Het is alleen jammer dat ik niet alles heb. Ik heb wel het begin, ik heb niet het eind. Ik had gehoopt dat ik, had gedacht eigenlijk, dat ik alles had gefilmd. Maar ik bleek gewoon een heel stuk gewoon niet gefilmd te hebben. En dat is best wel jammer. Maar ik zal jullie het laten zien. Ik geef jullie daar gewoon de leukste stukken van. Het eind laat ik niet zien. Want dat heb ik gewoon niet. Dat is jammer. En, nou goed. Ik ben tegelijkertijd de microfoon aan het testen. Want ik vind het heel erg raar dat op de computer waarop ik het speel, is het geluid gewoon goed? Is het geluid normaal? Er zit af en toe nog wel een soort galm in. Maar het is niet meer dat het echt wegtrekt. En als ik het op een andere computer afspeel, dan is het heel erg zacht. En dat viel me gewoon op, omdat ik op een gegeven moment een filmpje zat te kijken van Minecraft. Van mijzelf. En dan, zeg maar, in de YouTube mogelijkheden. En, ja, kom maar. Komt u maar hoor. En vreemd genoeg. Ja, is het gewoon zo zacht. Dat het gewoon idioot is. Hé, hey, wil je daar niet op springen? Dory. Met je herrie. Oh ja, en de mobs zijn natuurlijk weer luid. Nou, je maakt mijn hele veld kapot, man. Dat is niet de bedoeling, dat je mijn veld kapot maakt. Maar in ieder geval, het is weer even luid. Ik zal dat even instellen. Zo, we zijn aangekomen in spawn. Ik en Bas. Ik heb Basje opgehaald. Automatisch naar het zuiden gericht. Dat is mooi. En nou, ik ga je naar huis brengen. Goed idee, hè, Bas. Maar kijk, er wordt gelijk een stuk vrolijker van. Hier klopt iets niet. Mijn Bas is hier net ingesprongen. En er is net een varken ingesprongen. En, nou, volgens mij klopt dat gewoon niet. En ik ben bang dat als ik erin spring, dat ik dan ook een beetje onbeschermd ben. Dus, het is toch niet de bedoeling dat ik mijn Basje zo kwijtraak. Ik heb hier net nog... Echt serieus, net nog gevist. En nu ontdek ik dit rare ding. En de dragon. Fijn, moet je kijken. Basje, jij moet hier maar even blijven zitten. Want wij komen hier voorlopig niet meer uit zo. God, 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 god. Wat is dit nou weer? Thank you.
ziet het er nu uit? Ja, ik heb het ding weggehaald. Ik heb er een hek omheen gezet. Ik ga hier straks mijn paard inzetten, als ik al een paard kan krijgen. Daar ergens daarachter, daar, kijk, daar is een paard. Ik heb geprobeerd om te vissen. En ik heb wel vissen, maar ik heb dus nog geen zadel opgevangen. Want het enige wat ik tot nu toe heb gekregen is vis, vis, vis en vis. Dus ja. Oh ja, hier zie je alleen de waterstraal en hier zie je ook de lichtstraal. Dat vind ik zo mooi, hè? Maar goed, ik wil nog even wat laten zien, want ik ben er niet zeker van of ik het nou wel of niet gefilmd had. Ik dacht dat ik het gefilmd had, maar dat is dus niet zo. Maar hier is dus, dit heb ik eerder laten zien, maar ik heb niet laten zien hoe het werkt. Dat is voor de mensen die dat dan nog niet weten. Dit heb ik veranderd. Dus dan weet je dat ook. Hier staan namelijk getallen bij. 115 om het te kopen. Iedereen krijgt een bepaald bedrag. Ik ben er nog niet achter hoe ik dat gedrag omhoog krijg. Misschien staat het wel in de helplijst. Maar nou ja, goed. Ik vraag dat gewoon wel eens een keer. Dat is makkelijker, want het interesseert me ook niet zo. Maar het eerste getal is wat je moet betalen. En het tweede getal, die 15... is wat je ervoor krijgt als je het inlevert. Dus je hebt hier allerlei soorten blokken. En ja, ik was op zoek naar pijlen. Want ik heb natuurlijk niet zoveel pijlen. Dus dit is allemaal junk. Spul wat je eigenlijk gewoon helemaal niet zou kopen. Ik bedoel, wie koopt er nou dirt voor 200 ja, goud? Moet het eigenlijk zijn, hè? Vind ik. Ik vind dat het eigenlijk goud moet zijn. Ik bedoel, die S is misschien dollar of wat dan ook. Maar het vind ik dus echt helemaal niks. Een Nederlandse server. Dus source, verander dat nog even. Die S. Ik vind het echt helemaal niks. Maar misschien is het systeempunten of zo. Ik heb geen idee. Dan kan ik nog een S nog begrijpen. Maar goed, wij gaan naar huis. Altijd op die paal af. Er zit niks in. We kunnen er niks mee. Het is ondertussen een beetje donker, zie ik wel. Nou, we gaan gauw naar huis. Maar er is misschien ook nog iets dat ik wil laten zien. Aha. Dat doe je namelijk zo. Je typt in fly, als je het wil doen. Kom eens even. Oh, there. Welcome, Jean Genie. Yes. Thank you. Fly. Oh, ik doe een punt. Dat is niet handig. Hup. Streepje. Fly. Hup. En ik kan omhoog. Want dit heb je natuurlijk niet gezien. Hé? Dit heb je natuurlijk helemaal niet gezien. Ja. En dit heb je ook helemaal niet gezien. Dat wou ik nog even laten zien. Het is best wel mooi geworden. Maar we moeten omhoog. Je kan dus via de waterstraal omhoog. Dat kan. Maar daar heb ik geen zin in. Ik ga gewoon via fly. Dit zijn de kleuren van busterbladen, duidelijk, rood en ik moet er niet invallen. Daar word ik niet blij van als ik daar inval. Hè. Dus dan ga ik wel op het rood staan, dan kan ik het beter zien. Zo, maar hier kan je dus niks meer opplaatsen. Een spanner, maar geen kisten. Dus ik moet dat natuurlijk even weghalen. Dat lijkt me duidelijk. Daar hebben wij wat goud. Tweede plan. Ik ben aan het caven gegaan. En
eigenlijk niks bijzonders gezien. Die heb ik nog nodig voor de cactussen trouwens. En ik heb geen schep bij me, dus dat is ook weer lekker. Ik zit bijna vol. Ik hoor mijn hond wel, maar ik weet niet waar die zit. En ik heb echt geen idee waar die zit. Nou ja, goed. Oh, daar ben je. Oké, nou, kom. Tweede plan is... Hallo? Jeetje. Nou goed. Ik had hier even een klein schuilplekje. En mijn tweede plan is om dan maar een slijm te vangen en een lier te maken. Want ik ben aan het mijnen gegaan en ik heb geen enkele verlaten mijnschacht gevonden. Ja. Wat hebben we hier? Juist. Pasje. Laat even zitten. Het is nog beter als jij eventjes daar gaat zitten. Zodat ik je ook echt kan zien. Ik heb niet van niks daar een plekje gemaakt. Hup, zo. Goed. Ik vind het namelijk geen fijn gevoel als hij... ...het water oversteekt. Dus nu is het volgende plan, is moeras slijm vinden. Zodat ik in ieder geval het paard naar huis kan leiden. Ja, vind nou maar eens een slijm. Het zijn bepaalde dagen dat hij... Ja, knal maar hoor. Ja, dan maakt het me toch niet zoveel uit. En het is natuurlijk maar een heel klein moeras, dus het is ook maar de vraag of ze hier dan spannen willen. En wat spawnt er wel? Oh, daar is een slijm. Oh, een slijm. Ja, een slijmbal. Dankjewel, dankjewel. Dat is nou precies wat ik nodig heb. We gaan uit, Bas. Ik weet niet precies waar... We zijn. Ik weet ook niet precies waar we heen moeten. Hier is in ieder geval een donkere bos, dus dat zal. Ja, dat is mooi. Eindelijk weer pijlen. Het is ook elke keer hetzelfde gekloot. Hoe vaak? Oké. Ja. Kom er eens uit. Ja. Wat zit nou weer? Willen die pijlen er niet in? Oh, en een wortel. Jee, een wortel. Ja, wat zal ik eens doen? Nou, ik denk dat ik dit mag opeten. Pak hem, jongen. Goed. Gooi ik jou eruit. Zo. Nou. Kan ik eindelijk eens zo. Wat dingen gaan doen. Zo. Zo, dan heb ik een plek. Kan ik mijn lied maken? Eindelijk. Wat was het ook alweer? Zo, iets. Nee, goed zo. Was het zo? Ja, zo was het. Ik wist dat het op een of andere manier moest, maar ik wist niet meer hoe. Ga ik mijn spullen lozen. Suiker.
Dit is voor de stack die ik aan het verzamelen ben. Oh, jij komt naar mij toe. Jij was het? Echt waar? Jij was het? Dan ga jij met mij mee. En als jij het niet was? Geeft niks. Dan vinden we wel degene die het wel was. Want heb ik die nog? Ja. Paarden Paradise. Wauw. Echt. Paarden Paradise. In ieder geval, ik stop ermee voor vandaag. Ik heb genoeg gefilmd. Ik heb genoeg gedaan. En hier zijn wij. Waarschijnlijk ga ik hier dan maar een optrekje maken. Want ik vind dit wel een heel erg leuk plekje. Ik vind dit echt een heel erg leuk plekje. In ieder geval, dat is dan iets voor de volgende keer. En het is niet iets voor nu. Daar komt nog een zombie aan. In ieder geval, wie zoekt het maar uit? Die zombie. Ja, ik heb je bij andere paarden gebracht. Oké. Okay. Daar ergens, daar zal ik dan wel wonen. En we zien het wel. Hè? Tot de volgende keer. Dag.